Er staat wat vers geperste jus voor je in de koelkast. Als er iets is, je kan me altijd bellen. Tarik. Geniet ervan. Alsjeblieft. Papa mist je ook, maar papa is nu op zoek naar een huisje. Waarom? Waarom? Wat is dat? Niets. Mama, roep me. Lukt het? Ja hoor. Vandaag niet meer lukken er een nieuwe op te zetten. Ik ga een jerrycan voor je regelen. Een jerrycan? Ja. Ja, sorry. Hé, maar zie het anders als een soort van back to basic dagje. Dat kan heel leuk zijn. Hey. Hey. Ik neem even pauze en ga een stukje wandelen. Heb je zin om mee te gaan? Dus hoeveel heb je gehoord? Leila heet ze. Ze is 8. Het is slim. Leila. Mooi. Dank je. Doe je ogen eens dicht. Kijk.
Nu jij. Hoor je het? Wat? Rust. Oh ja. Die kreeg ik van mijn vader toen ik 6 was. Voor een wandeling in de Alberta-bossen. Oh ja. Het is het enige wat ik van hem heb gehouden. Ja, en het huis. Ja. Dagboek. Veel erger. Gedichten van een verwaarde tiener. Mag ik iets horen? Ver weg van mijn computer kan ik het leven niet beminnen. Zonder porno of gekreun ben ik leeg van binnen. Want met de aanwezigheid van mijn erectie ben ik een slaaf van de fantasie. En zonder de gift van masturbatie blijf ik altijd op zoek naar concentratie. Inspirerend. Ja. Ze noemden me ook wel Shakespeare als het aankomt op aftrekken. Nog één. Lees jij deze voor? Zonder zicht op daglicht zwem ik in de diepte, bejaagd door de liefde en het verlangen naar de man. Want ik drijf eenzaam, met mijn wens ongehoord, stromend als een lafaard, die doet zoals het hoort. Dus blijf ik zoekend naar liefde, met een hart zonder moed, en het zicht van de wereld blijft schijnen in overvloed. Mooi. Het wordt laat. Wat doe je?
Wat doe je? Het is oké. Echt, het is oké. Shirt. Sorry.
32 jaar. Ik heb daar gewoon aan gedaan. Mais l'or est terrible.